heb ik hier leren kennen. Wat enig. Goedenavond, welkom bij de Wegwijzer op Umro Venlo. Begin jaren 80 gebeurde er iets heel bijzonders in het Noord-Limburgse muziekwereldje. Er werd een groep die bracht een LP uit in het dialect. Dialectalig, dat gooft het bijna niet. De Vrijbuiters, dat wordt een geweldig succes. De tenten die liepen vol, de kasseleins die kosten niet aangeslijpt kregen. Ze nomen LP's en CD's op, maar het wordt gewoon te veel. Het geval was dat ze er gewoon mee om moesten scheiden. Nu in 2002 zijn ze nog enige gevraagd voor Harmonie Sint Cecilia, want die hadden een promsconcert. En die gaan samen met u nog een aantal van die succesnummers op de bühne brengen. Ze gaan weer aan het repeteren. Ja, de pakken zijn een paar meutjes groter geworden en de hoor wat lichter en wat dunner. De Vrijbuiters, lieve de Vrijbuiters. Vanavond uw successtory en het concert samen met Harmonie Sint Cecilia. Ja, de Vrijbuiters weer bij elkaar kregen is natuurlijk geen sinecure. Wie kwam dat nou? Nen ze een donderslag bij heldere hemel? Nou, dat niet zozeer, maar vanwege het promsconcert wat de Harmonie gaf, waar het voorstel geopperd om de Vrijbuiters ook nog eens een keer bij elkaar te krijgen. Maar waarom uitgerekend de Vrijbuiters? Nou ja, jullie en ik zitten allebei bij die Harmonie. Ik ben in het verleden ook nog eens een keer door bij gespeeld. Dus, en toen zoet bij de Harmonie. Dus het grootste gedeelte van het orkest stamt eigenlijk bijna uit de Harmonie. Ja, ze waren eigenlijk voor 20 jaar terug ook weer de Vrijbuiters ontstonden. Toen heb ik begrepen hoe de verholen. Toen waren er eigenlijk al een beetje een orkest. Die hier gans wat anders is uiteindelijk de Vrijbuiters. Maar dat werd toch een beetje het begin van de Vrijbuiters, Ben. Ja, de Wortelgeers waren toen dat die Lee Hermans die had, die, en dat was een kapel die bestond uit een aantal leden van de Harmonie. En die maakte dan orde en op, daar haalde hij de muziek. Tot in de kleine uurtjes, en dat waren jaarlijks de broek. Tot uiteindelijk toen een gebrek kwam aan zang. Die vroeg me toen een keer voor, omdat ik niks meer deed. Wil ze toen een beetje komen zingen? Ja. Ik zeg, dat vind ik wel leuk. Uiteindelijk heb ik zo'n gitaar gekocht toen dat die. Maar die hoort ze natuurlijk niet, dus er wordt zo'n oud instrument opgeplekt. Zo'n element. Dat komen we ook niet goed. Het ging ze hem niet versterken met vocalen. Nee, dat heeft nog een tijdje geduurd, ja. Dat is meer zijn lijn gelozen nog. Ja, ik was pas later bijgekomen. Dus, Ja, dus vooral de overgang van blosmuziek naar meer optreden, wat vrijere muziek, met zullen we zeggen, boete de blosmuziek. Toen kwam er toch, werd het op behoefte aan meer zang. Nou, het kwam eigenlijk door Allee Hermans, die koos het huis passen. Ze zei, dat gaat met de veer, die nummers die maak ik niet. Ik maak alleen vastelovend. En toen waren we met een jongere groep bij. En toen zagen we, nou, daar gaan we nog door. Jan Bul zat er toen bij met de accordeon. Uiteindelijk, meestal kwamen we met de Casanova's af. Ja, een geweldige stem. Die moet wel erbij zijn te krijgen. Hij zocht dat ook wel zitten. Alleen we hebben geprobeerd in al die jaren het dialect toch tot hem eigen te maken, maar dat is nog niet gelukt. Blazuur. Ja. Ja, dat klopt. Het is af en toe toch wat moeilijk, want ik voor Hollands en dialect, dat geeft wie water met wien, zo weet je wel, dat wordt een beetje gemengd. Ja, maar toch, die stem voegt wat toe aan de wien. Het heeft een hele aparte klank in het hele orkest gehad. Ja, dat, tenminste, dat oordelen andere mensen. Ik kan dat zelf niet oordelen. Maar weet je wel. Dank je wel. Door zilveren zalen zweven dan engel samen in de zevende hemel zien. Ik dans met dik in de hemel heilen tango. Op lieve hemel toch wat zoet dat zal ik zien. Die kwam als zanger en als toetsenman erbij. Toetsenman, ja, dat klopt, ja. Want in feite was gewoon op een gegeven moment de hoorspracht die uitgeschreven toetsenpartijen en die nummers allemaal. Maar op de bühne op een gegeven moment wordt dat achterwege geloten, omdat ze geen toetsenman hadden.
En toen wordt het idee geopperd bij de jongen om er toch met een toetsenman mee te pakken. Ja, om dat een beetje te completeren allemaal, dat illegaal. Ja, maar dan waren die blozers ook in de overhanden. Ook dat, ja. Ja. Ja, toen gaan we even naartoe naar de andere kant. De blozers als vullen die zich een beetje achtergesteld. Want het waren toch, op een gegeven moment ging je zelfs een LP uitbrengen. Ja, dat heeft natuurlijk wel even geduurd voordat je zover was. Ja, de eerste kwam 80 pas, hè. 80, maar ik kwam er een paar jurkjes later bij. Jongens waren al een paar jurkjes bezig en ja, je wilt die gewoon niet mee kunnen doen. Ik bloos toen dat hij het horen en ja, dat is eigenlijk geen instrument voor zo'n club. Ga je toch trombone blozen? Ja, nou, maar ik heb het een beetje eigen gemaakt. Toen ging je schuiven? Ja, toen ging je schuiven en ja, dat ging me eigenlijk toch vrij goed af, moet ik zeggen. Er is ook een keer trompet meegespeeld. Ja, dat was een beetje bezig. Tweede stumpje mee, die ik mee met Wim, trompet. Maar dan heerlijk met meestal op die leren tot die. De bijkomstigheid is dat de vrijbuiters nooit door elkaar gewoon allemaal doorgegaan zien met het muziek maken. Maar ondanks dat was het toch weer winnen, knuren en heel hard werken in de voorbereidingen voorafgaande aan het concert. Dus repeteren, repeteren en nog eens repeteren. Bij je zoot, na een oor, dan kregen we de krimmels weer in de rijn, denk ik. Ja. Ten eerste is de blijdschap dat ze dan eens een keer na zoveel tijd weer bijeen zijn, met z'n zessen. Dat is ook al een tijdje niet gebeurd, wel ooit op straat tegenkomen en zo, maar echt bijeen, dat was gewoon een happening. Wel wat verhalen ophalen en herinneringen en zo. Werd er nog wat mee gedaan met die liedjes die je nou samen met de harmonie gaat brengen? Want dat draait het eigenlijk om, hè? Want je ziet maar met een paar man, dus zo'n ganse zaal vullen, dat is vrij moeilijk. Dus je hebt ondersteuning van de harmonie, zo heb ik het toch begrepen? Ja. En waarom? Omdat men de perfectionisten die zeggen van als ze het goed doen, dan moesten ze dat goed doen. Wim de heeft er drie trompetten en solo's opgeblazen, of drie stemmen, je dubbele trombonebezetting, wij zongen verschillende stemmen. Ja, dat ga je niet, je kent maar één ding tegelijk. Dus al die anderen zijn ingearrangeerd in de harmonie. Mm. En die arresteerden, wat zeg ik nou, die assisteerden hem. En daarom kreeg ze dus ook dat ze nou die sound zo precies als we toe. Dat klinkt geweldig, man, als ze dat huurt, zo'n orkest, 100 man zo wat. Ja. Er zit nog een orkest bij. Wat zit? Als coverband. Maar als ik de repetitie beluisterde, dan huur ik de echte sound die ik daar ook in de oren heb, die dat op die LP stond, huur ik dat ook in dat concert met zo'n goed orkest erbij. Ja, ja. Want de rest is net bij op de CD, de begeleiding zei dat op een achtergrond en de zang, die trekken gans naar vuur. En dat is ook de opzet, om het zo te doen net als je de CD heeft, je ogen dicht doen en dan moest je het zo kunnen huren. En ik denk dat we door blijven zien dat we dat hebben kunnen doen. No, en daarbij vind ik ook wel dat dit wat speciaals moet hebben. En die saus kreeg ze erop door, dus met zo'n grote band daarachter te musiceren. Ik denk dat ook een trend die is van wat nou deze decennia nou weer geeft. Allemaal bands treden op met een grote harmonie achter zich. En dat is echt trendy eigenlijk. En dat doen we ook mee als over Knakkerzee. Ja. Ons leven is leek wie de bloemen op onze chapeau. En had je ons nog niet gekend, zo kent je ons dan ook. Ali, hallo, wij handen vol, want wij zien veel de duivel in school. En had je ons nog nooit gehuurd, zo huur je ons dan ook. Vive la vie, vive la vie, vive la vie, vive la vie, leve de vrede uit de lief.
We gaan een LP opnemen, want we hadden toch een cultuurschok in het Limburgse. Want hé, hey, er kwam ineens een LP in het dialectgoed. Wie kwam dat? Jan, in de tijd ome Willy. En toen ik ome Willy had, zat ik al een geleedje het Bengtsje. Toen kent ze gauw weer van mij praten. Dat is in die periode geweest wie we eigenlijk begonnen bij Jan Telen. Klopt dat? Wat zegt Jordaan er nog van? Ja. Wanneer wel? Huppelepup. Ja, dat zou ik niet. Nee, maar goed, in die, want dat was zichzelf geschreven, dat Bengtsje. Toen moest ik met doen in Venlo om wat oestrolig te krijgen, al dus Jan Telen. En als het dat dan had, dan kosten we met in de groep dat gewoon doen. Maar er moest een beetje bekendheid komen. Nou, want dat is gebeurd vandoor dat Giel Aerts dat nummer Ome Willy heeft gemaakt. Een ander ritme als Wals en Mars, wat een beetje in de vastgelopen toen in Greude. En vandoor hoe het zien we bij jou gaan zitten en zeggen, willen we dat, wat we nu gaan doen. We hebben de gelegenheid om een LP gewoon te maken, de heer is gehuurd, hij weet wat we kennen. En dus ziet het helemaal zitten. Ja, en toen wordt iedereen wild enthousiast, alleen, dat mocht niks kosten. En Jan deed dat, op momenten dat Jan tiet dat, dus we moesten te pas en te onpas bij meneer Telen aantreden. Je mag een beetje de geetjes vullen in de studio. Nou, oh, zes uur precies, tot s'nachts 3-4 uur. Nee, nee, nee. Dat ze de andere box aan deed en dan ging ze, ik weinig dat bij het geluk, een 3 uur s'nachts de laatste nummer van hebben gemaakt. Overal in het geluk verborgen, want het is weer een nieuwe morgen. Wat een dag al brengen mag, al van bloemen en kaal van toch ook eigen stijl doen of Jan Telen ook toch een beetje dingen schroeven? Nou, de arrangementen, Jan stuurde dat we met Papol, dat ze geen veer Waalsen op een CD hadden of zo. Dan zitten dit moeten we gaan zoeken en hey willen we een liedje nu en we doen het zo. En dan gingen we proberen door een lied over te maken. We hebben ons eigen ideeën altijd op. We hebben allemaal meegemaakt wie succesvol die LP was. Dat was ook de eerste keer dat je een prachtige kleier kreeg. Dat hoort, ja. Toen kwamen we verhold, we hadden dus bepaalde dingen weggezet, waar het om ging. En dat waar, toen zei Jan, dat moest ze aankleiden. En we moesten anders zien dan anderen. Niet in dat roert, hè, wat we altijd hadden met een zwarte rok. Of een wit jasje met een reep erom. We moesten als vrijbuiter. En als vrijbuiter, zijn naam, daar waar toen ontstond die Bel. Die kwamen met de naam, maakten maar vrijbuiters van. Nou, daar kleiden we ze ook zo aan. Nou, toen zien we die pakken gaan passen voor de foto's. Toen zien we een kirschenbroek waard. Zien we die pakken gaan huren. Meester had zo'n erf van het gewicht wat we toen op die. En dit maakte ze... Hij nog in de boek, dit maakte ze smeet in dat hem. Ik werd een musketier en de rest van ons ook allemaal. En toen kwam er toevallig, en dat was heel toevallig, een peert neven toen en tegen foto's maakte. Zo'n loslopend peert. Nee, nee. Dat waren een beetje op een peert. En toen zag ik, mogen de peert even verliezen? Oh ja, dat is leuk. En dat zet dat er neer en dat is de mooiste foto geworden. En ik heb verrekte van de engste met dat peert nog. Oké, maar we hebben nu de plaat, we hebben de hoes met de prachtige kleier erop. Maar dan moest ze ook nog aan de man gebracht worden. Op dat moment werd het toch niet zo makkelijk om het gepromoot te krijgen. Nee, we hebben veel gepromoot. Ik ben van Maastricht tot een kerkgooi boven de Moer. Allemaal die kleine studiootjes geweest, radio, dingen, piraten, ja, nu maar op. Die is de raad geweest, de raad en van En Heer die de raad het viel. Ja. En voor de rest zien wij zelf als orkest in de B diverse zaken voor de deur moeten gaan staan. En door ons pleitje promoten. En dan kijken ze aan, wat is dat? Maar anders ging het niet. Ja, toen kwam het eigenlijk het echte succes. De liedjes worden bekend dat ze gespeeld worden. Op het moment dat je in een zaal kwam, wordt het natuurlijk een stuk makkelijker. De mensen kosten de liedjes. Ja. Toen leef het eigenlijk een beetje op de hand, hè? Wordt allemaal veel te druk. Het werk moest standaardig gedaan worden. Wie ging dat? Ja, soms met lucifersstukjes tussen de auto. Dan wel minder drinken of grip. Ik hou die. Dus, en dan ook nog zelf met het eigen grijze show opbouwen en weer aanbreken. Ja, dat hoort allemaal bij, ja. Muziek maken we niks, maar dat... De grootste fout is dat heel ons ook de nek gekost dat we een oorlogsvullend programma maakten alleen. Dat Suze beginnen in een orkest tegenwoordig. Die werken allemaal twee keer een oor of twee keer het recruteren. En dat hadden we ook moeten doen. Daar waren we nu nog bezig geweest. Ja.
iedereen op of de school. En Pietje Slee, ons binnengoed. Er was een balkang en Gabriel de zei. Dan scheen maar rustig met een hemel tango mij. Ik dans met dig, ja, in de hemel leiden tango. U wordt er wel eens kussen met duizend engeltjes in moskee. Die gans gezicht stroomt zo hemels bij de tango. Als dit dat fluisters, of wat zeg ik dit toch niet? Ik dacht de toesfronter over, want je ging steeds verder en verder weg. Je ging dakken van hoes af. Werd het nog een beetje te verkopen? Maar ja, want tent opgeslagen, volgens mij gewoon weer gespeeld. En we noemen ze mij. We noemen de vlog mij, die ja, mij in de zaal. Of kwamen later nog met, ja, met die kleine zo. En dan, ja, verluster, hè? 12,5 jaar getrouwd en ik met zijn vrijgezel toen, hè? Dus dat is natuurlijk toch wel anders dan, hè? Ja, tegenwoordig is het zo, als er nog kerst met een vrijgezel erbij hebt, dan hangen er nog eens wat dames rondom meer. Wat heb je dicht ook zo dan? Ja, dat viel wel mee. Nee, dat viel wel mee. Nou, we hadden een afspraak met zijn moeder, we gingen met een auto en we moesten hem altijd afzetten toen. En wat er dan nodig, dat was iedereen. Maar wie Bendo 650 jaar stadsrecht had, zie ik ook weer een clubje bij elkaar gaan zitten en zie ik ook weer de buur opgegooid. Ja, weet ik. Dat was de burgervader schuld. Maar dat was van Graaf Eiland schuld, ja. Schuld? Ja, schuld. Ja, wie we schuld hadden wel. Nee, alle gekke dan maar straks. Maar de herten... Je wordt het stiekem heel geer. Van Herte Willem, dat ik ja. Toevallig zagen we het vanochtend als een zus, wat we weer een werk en repetities we gehad hebben. Niet alleen met ons, dan met die coverband, dan met de harmonie. Het is bijna nu drie keer in de week onderhand te repeteren. Nee. En het moet ook. Maar als het verwoestig is? Dat het magnifiek weer. Ja. Ik denk dat uniek en dat we een volle bak hebben weer. Nog zoveel joh. En dat is, ja, kijk maar eens 3000 mensen in de tuin, dat is wat helst. Dat is toch al een hand. Hoeveel zoekhebbers heb je gepland? Ja. Is het dan een gent, denk ik. Heel strak programma. Het lijkt me toch veel als motig als je nu weer zo'n hele tijd bij elkaar zit geweest en je hebt elkaar weer leren waarderen, want daar kunnen we natuurlijk toch wel op neer. Ook niet alleen qua muzikaal, maar ook qua mens. En dan dadelijk waarschijnlijk een onwaarschijnlijk succes. En dan pakken we het koffer weer en gewoon roeien naar huis en iedereen heeft zin in een eigen gang. Is dat zo? Ja, ik denk de eerste tijd, ja, we gaan sowieso naar huis, daar niet van. Maar de eerste tijd denk ik dat ze toch met weemoed eraan terugdenken. En uiteraard verwatert dat ook alweer. Beetje snik-snik? Ja, ik denk dat het misschien nog wel toch wel definitief is. Denk ze? Vooruit je definitief? Ik denk het wel. Deze nacht, ja, van over de 50, het is de noord kapot van het zingen. En ik weet niet of ik dat met de 60 nog een keer kan. Dit weer jaar gaat zo nog wel. Alsof is ook de grootste blaag. Naar bed toe is gedoe en pap met verse koffie door de nachtdienst is gegoo. Dan pak ons man de strieplank uit de kas. En heet ze een uur of elf de rommel aan de kant. Dan denkt ze kroep maar gauw in bed, dan is ze afgebrand. En 5 minuten later sliep ze vast. Daar gaan we! Mam, kom eens heen. Een badje, boetje, pietje, doe dat mee. Toch kan wat je hebt gedaan. Nu iets verloren gaan. Ik laat het samen. Beke veen de winter, klaag het dom in lijf, want ik zo geneen meer zitten. Toen zat me niet geen wonder, want ik heb geen hutje op. En een christen net gedonderd, onder zeer nog diep
beste zitten, bij de witte, dat is de grote aan. Al een kietje, een rietje, met mijn broers, met hutjes aan. En verlaten zijn door alles op de kop. Met die hutjes van mijn rietje, die hutjes van mijn rietje, met die hutjes van mijn rietje. En dan met z'n allen. La la la, ja la la, ja la la la, ja la la la. Kleppen hoor. En daar was het dan hier, hè? We hebben kinderen zelf nog niet beseffen wie het is gekomen. Kort. Maar veel te kort. Zodat we een beetje bruis kwamen en beseften wat er ging lopen. Toen waren er leuven, toen waren er van voorbij. Jij wordt er heel veel van voorgesteld, maar ik denk dat dat bovenhoofd stijgt, of niet? Ja, maar dat is zo. Voor dat ze alleen hebben, dan heb ze toch bijna drie keer tegenstand. Maar dat is... Je toch naar vier nummers gemaakt hebt, dat gevoel. Wie had dat gedacht dat nog allemaal weer los kwam? Als dat zo met die tent weer gebeurde, dat is, kan ze met geen pen beschrijven. Maar het waren toch, ik heb achter de zaal gestaan heel veel mensen die toch echt voor ogen kwamen. De zoogspoor, ze stonden te wachten tot ze hier kwam. Heb je dat ook zo ervaren? Nou, wie ik hier naartoe kwam, het mooie was dat ik kwam in Kaaplaars begin, dus ik moest terug naar huis. En toen ben ik gereden en wat een appie vroeger. Gans families, die zo overal her en der van straat, die weer naar één punt gingen. En toen kreeg ik dat gevoel, en toen begon ik me te kriebelen. Heeft het ook een beetje aan het denken gezet voor de toekomst, of is dat wat? Mees. Dat is echt weer diezelfde vraag, weet je wel. Dan zei ze van, verleubig het einde. Ja? Ja, volgens mij. Ik vind dat genoeg. Het is als ze dadelijk die rechter of linkerhoer op het kussen leest, dan galmt dat mooi en dan kunt ze het in de slok. Ja, wanneer is het paardfeest weer? Nee, ik denk dat we dat Ernst Bosser toch ophaalden. En dat kan ze niet net als hier opzetten te blozen. Dit is nog geweldig geluk. En ik denk dat dit ook een prachtige afsluiting is. Een hoogtepunt. Ja, ik denk het wel. Dit is bijzonder. Ik vond de tempel geweldig. Ja, de mensen, en dat waren leuker doordat hij zo breed was. Had ze de massa heel dicht bezig. Ik denk dat heel veel mensen nog heel erg dankbaar zijn geweest voor ons. Ze hebben echt genoten. Dank u wel. Sjaak de keur en joep de smek. Maar het Alex is niet meer zitten. Hij zo lang gepingeld zit. Maar ken je nu kom nou hij. Lied nou van die vlaai. Hij die heen doet. Hoe jong hij. Vingers zoete lijf. Vingers van die vlaai. Anders in een andere waai. Als ons man der daar zijn de fan, Evi, Maria. En overal ligt het geluk verborgen. En nog een aantal meer evergreens van de Vrijbuiters. Ik heb vanover nog een stukje geschiedenis gezien. En een optreden hier in de tent in Bierk. Samen met Hermanie Sint-Cecilia. Bedankt voor het kijken van vanover. En Geer is de volgende week bezig. Het hertje breekt open. De strijd weer te stralen. Ik wil dit niet lachen. Ik kom niet meer. We'll be right back.